Oké, goedendag en welkom bij een nieuwe Even Spelen. We gaan vandaag Project Cars doen en wel met een stuurtje. Oh. Florian, je hebt hem mooi geïnstalleerd op onze redactietafel. Ja. Dus de hele redactie is overhoop gehaald om aan jouw hobby te voldoen. is het een beetje oké met het stuurtje? Nou, sterker nog, de game is eigenlijk, weet je, daar lijkt het op, wel een beetje gemaakt voor een stuur eigenlijk. Het is echt prima te besturen met een controller. Zou je toch niet denken van een race game? Ik ben ook zeker beter met een controller. Want met een stuur is zoveel moeilijker, maar het is wel echt. Ben je beter met een controller dan met een stuur? Ja, natuurlijk. Waarom? Omdat ik dat gewend ben. Met een stuur is opnieuw leren racen. Maar dude, je bent toch gewend om ook in de auto te rijden met een stuur? Ja. Maar is dat net even iets anders? Dat is anders. Want? Hier simuleer je dat je 300 km per uur gaat door de bocht. En dat doe je in het echte leven niet. Tenminste, ik niet. Met mijn Clio'tje. Nee. En weet je, hier, het is een videogame, dus je hebt no fear. Dus je gaat ook gewoon vol gas en je duurt ja, te sturen, boeit allemaal niet. En de rest heeft ook geen invloed natuurlijk. Het is alleen geen G-Force. Dit is de Thrustmaster stuurtje. Ja, de T300 RS. De T300 RS. We hebben hem besproken in de Hardbook. Ja. Project Cars, je hebt hem een 8,5 gegeven. Ik vroeg je vanochtend al een beetje, waarom geen Gold Award? Ja, het is, weet je, in de basis is het echt een hele vette racegame geworden. Het is heel hardcore, het is echt een simulator. Het is een beetje in de stijl van, ja, weet je, Assetto Corsa. Voor de mensen die het niet kennen, het is een beetje Gran Turismo-achtig. Maar dan nog, wat is. Nee, dat zegt dan gewoon een beetje Gran Turismo. Ja, maar dan krijg je weer haters die zeggen van, ja, maar het is geen simulatie. Weet je, het F1 Racing en het Assetto Corsa, dat is, weet je, nou goed, ja, maakt niet uit. Prima. Maar het is dus op zich een hele vette game, maar er zitten wel een paar kleine nadeeltjes aan. Ja. De game is nog niet helemaal bugvrij. Ondanks dat er een day one patch is, werkt het nog niet helemaal even lekker altijd. Zo ben ik een paar keer gewoon naast de baan begonnen. Huh? In het publiek. Echt waar? Ja, dat is echt te bizar gewoon, weet je. Dan gaat hij op groen en dan probeer je te rijden, maar dan ga je dus eigenlijk soort van door de map heen. Dus dat is echt heel weird. Af en toe dan valt het geluid weg. Er zitten kleine dingetjes in die niet kloppen. Ja, precies. Dat is heel erg jammer. En wat ik ook wel jammer vind is dat er zitten op zich genoeg auto's in. Er zitten, ik geloof, 74 auto's in bij de Standard Edition. Dat is genoeg in een racegame, want je speelt nooit met 300 auto's. Leuk als dat erin zit, maar weet je, wat heb je er aan? Maar dan is de kans dat jouw favoriet erin zit ook minder groot. En nu inderdaad, weet je, er zitten weinig merken in. Ferrari zit er niet in. Laadscherm is ook redelijk lang. Ja, maar dan krijg je wel wat. We duiken erin. Het is een 8,5 geen Gold Award geworden. Helaas, net niet. Dit maar is jouw, wel echt een vette game. Dit is jouw favoriete, de cockpit view. Zeker, ja. Dit soort, je mag wel gas geven. Ja, sorry, ik was even vergeten dat ik moet schakelen. Ik rij inderdaad simulator games altijd in de inside view en arcade games meestal third person. Maar wel dat je het stuurtje ziet. Je wilt niet iets verder dat je alleen het raam ziet. Nee, ik vind dit echt een. Holy shit. Wat ik zeg, het is echt een Volgens mij is mijn stuur niet helemaal lekker gecalibreerd. Oh. Even opnieuw. Hopelijk doet hij dat met een restart sessie. Ging niet helemaal lekker. Maar je kan hem toch niet kalibreren met een restart? Hoe werkt dat? Ik hoop dat het een bakje was. Ja? En anders dan ga ik even de options checken. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar ik kan niet sturen. Dus. Nog een keer! Green. Goed, we gaan even terug naar de options. Is dat een bug? Dat hij in één keer het stuur reset? Ik heb echt geen flauw idee. Oké. Project Cars dus. Is het de beste race game die je op dit moment kunt spelen op de consoles? Ja. Op de PC? Dat vind ik heel lastig om te zeggen, weet je. Kijk, Assetto Corsa is een hele goede race game. En echt de hardcore gasten, die spelen dat al een hele tijd op de PC. Ja. En dat is misschien wel nog steeds de beste. Doe sowieso even wat weer dingen instellen. Wil je? Oké, prima. Ik doe eerst eventjes mijn. Doen we straks de race tegen elkaar? Dus dan proberen we. Een tijd neerzetten, inderdaad. Even kijken, controls. Configuration. Calibrate wheel. First, turn the wheel either anti-clockwise or clockwise to its maximum extent. Now hold the wheel either. 90 graden. Zo ja. Oké, let's try it again.
Zal ik even de regen aanzetten? De weereffecten, daar staan ze een beetje onbekend, toch? Of was dat weer Drive Club? Drive Club die kreeg later een patch met allemaal weer en zo. Maar hier doet het ook goed, toch? Zeker. En het heeft ook veel impact. We hebben toen hier eerder een keertje gespeeld dat die... het weereffect vol aanstond. Mm-hmm. Nou, dat is er bijna niet te doen. Nou, dit is ook best wel tof. Je kan 4 weather slots kiezen. En dan zet je ze bijvoorbeeld allemaal op random. En dan zet je die weather progression op 15 keer. Zodat het snel achter elkaar komt. Ja. Dus je hebt nu een hele grote kans dat het regent en stormt. En de zon schijnt en weet ik veel wat. Dus dit is wel heel tof dat je dit kan doen zo. Dus ik laat ze gewoon op random staan. En dan komt het ongetwijfeld goed. Oké, dan gaan we beginnen. Welke Hopelijk auto heb doet je? Hij nu beter. Welke auto heb je? Wat is je favoriete? De Clio, denk ik. Ja. Wat is je favoriete auto om in te racen? Ook de Clio? Nee, dat is die... Wat heb jij met Renault dan? Is dat Love? Nee, is dat Love? Nee, dat is niet per se Love. Ik rijd gewoon zelf in een Clio RS. En daarom vind ik het altijd leuk om die ook dan te kiezen in de game. Ja, maar waarom rij je in een Clio RS? Omdat het heel tof is. Waar staat de RS voor? Renault Sport. Oké, dus je bent wel een sportief type. Nee. Maar qua rijden zeker. Ja. Oké, is dit ook de game die je multiplayer veel gaat doen? Ja, het is wel leuk. Oh ja, kijk, het regent al meteen. Het is zeker leuk in multiplayer, alleen het is wel wat standaard, als Holy ik het zo shit. Mag zeggen. Doe even de ruitenwissers aan. Had je dat net gedaan? Bedoel je het zelf? Ja. Ruiten stoet naar beneden. Oh, ik moet even wennen dat ik zelf moet schakelen met de flippers. Dit gaat niet goed, jongen. Hartstikke goed, jongen. Ze halen alleen links en rechts in. Maar verder gaat het best. Het is echt zo anders als met een controle. Het is echt niet zo. Oh, pas op. Hij doet het nu wel goed. Oh ja, nu doet hij het wel goed. Ik maak het mezelf ook echt ontzettend makkelijk natuurlijk. Met regen en met stuur. En schakelen. En met schakelen inderdaad. Het ziet er wel echt fantastisch uit. Het ziet er echt heel goed uit, ja. Vooral die weather effects zijn echt bizar mooi. Die regen die opspat en zo, dat is echt heel tof. En wat ik helemaal cool eruit vind zien trouwens, als het ophoudt met regenen, maar het wegdek is nog nat. En, en dan schijnt de zon bijvoorbeeld. Oh man, dat is echt kicken. Dat is heel cool. Oh. Dit is heel slordig. Heel slordig dit. Ik had het bij Drive Club ook, maar de weereffecten zijn heel tof, zeg maar, met die druppeltjes op het raam en zo. Maar ik kijk dan toch altijd een beetje van, maar waarom stroomt het dan niet weg, zeg maar? Ja, precies. Dat heb je hier ook bijvoorbeeld een beetje op het zijraam. Ja. Weet je wel, je gaat heel hard, maar holy shit, wat is dat, joh? Is dit een bug? Dit is kaart en bug. Nou, ja, wow, dit is echt nice. Dit is Project Cars. Helaas ook af en toe. Je bent naar de Efteling gereden. Wat is dit? Het ziekelijke is dit is net day one patch. Oh ja, inderdaad. Oh, dit is weer een herhaling. Ik wil een herhaling zien. Wat gebeurde er? Ik heb echt geen flauw idee, hoor. Maar echt, mijn stuur gaat alle kanten op. Zal ik gewoon eruit? Kan je de herhaling zien? Nee, dan moet je hem uitrijden. Oh, view replay. Ja, view replay, man. Echt, nou. Zo, dit... Oh. Een beetje... Beetje vooruit. Vooruit spoelen. Met de R2. Daar ben jij, die witte? Ja. Ah, dit is echt geniaal. De herhaling ziet er niet echt uit alsof ze echt op de weg liggen. Het ziet er nog wel een beetje uit alsof ze... Zweven ze een beetje, ja. Kijk, mijn band ook helemaal aan de kloot al zijn. Zeg je dat? Dat klopt al niet. Dat is al raar. Het schade staat niet. Ja, maar vind je het gek? Er liggen allemaal punaises op de grond. Kijk, de band. Oh, misschien is dat het wel. Misschien ben je gewoon in het begin van de race gewoon... En dat die uiteindelijk dat wiel is afgebroken. Ja, maar schade staat niet aan. Oh, echt waar? Echt waar. Oké. Okay. Ah. Hier dan. Oh shit, ik ga steeds hoger. Ik ben een vlieger. Oké, we gaan nog een keertje. En nu echt een crazy. Holy shit. Oh man, dit is echt mooi. Mijn schade staat niet aan, zei je. Ja.
Oké. Okay. Nee, dat was zo'n grote storm dat je gewoon in een... in een vlieger draaikolf, in een tyfoon belanden. Goed, we doen het nog eens. Jeetje. Oh, red weer zo. Red de bus aan. Dat doen we met de D-pad onder. Ja. Gah. Oké, nu zijn we weg. En we gaan de rechtdoor, want dit is Monza. Dus heel veel rechtdoor. Gelukkig. Ja, de schoen. Is dat ook een soort van metafoor voor Italië? Monza? Sir? Ja, dus ja? Die schoen, zeg maar. Het gaat weer kut, Florian. Het is echt heel slecht. Ja, je hebt lap time invalidated. Dat heb je ook in bijvoorbeeld... alle race games ever ooit. Zeker. Dat de tijd telt niet. Hier word je af en toe ook was echt... het nou bij Forza of bij Drive Club dat je dan... je tijd telde dan wel, maar dat was een soort van onofficiële tijd. Mm-hmm. Maar dan zat je nog wel in een soort van apart leaderboard. Ja, volgens mij was dat in Forza inderdaad. Want in... Ik lullen en gamen tegelijk, dat vind ik heel moeilijk. Oké. Okay. Straks gaan we voor de echi. Dus, voor de echi, ja. Dan mag je gewoon niet praten en dan gewoon gaan. Dan is het voor, dan, volgens mij was dit in Forza inderdaad. Ja. Dat vond ik wel tof. In Drive Club, en dat zit ook in Project Cars, als je echt heel hard afsnijdt, dan krijg je zo'n 5 seconden regel. Ja. Dus dan ga je 5 seconden langzaam. Dat werkt ook goed. En dat is ook in Drive Club, en dat zie je ook, als je te hard crasht, dan heb je dat ook, zeg maar. Dus je moet wel een beetje voorzichtig rijden. Ja, oké. Okay. Ik zie hier eigenlijk nergens een soort van social interaction, zeg maar. Wat je dan bijvoorbeeld wel hebt na een rondje bij Forza, dan zie je van oké, je bent zoveel sneller dan Florian. Ja, volgens mij is niet verspierd daar een beetje mee begonnen met het hele autolock gebeuren. Ja. Dat zit er niet in en dat is heel jammer. Het enige wat je wel kan doen is, er zijn community events. En stel nou dat is nu zeker niet het geval, maar stel nou ik rij echt een briljante ronde, dan kan ik het een soort van challenge van maken en dan kunnen mensen mij proberen te verslaan. Okay. Maar het is niet zo dat jij een pop-up krijgt van Florian heeft dat en dat gereden op die baan of zo. Dat vind ik wel jammer, want dat was voor mij ook wel een reden om Forza te blijven spelen bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dat ik gewoon, en Drive Club bijvoorbeeld ook, weet je. Ja, en Forza was dat helemaal zo, omdat je die drivatars had natuurlijk, weet je wel. En dat was voor mij echt een goede reden om die game te blijven spelen. Ja, en dan dacht ik van, Florian heeft hier een hele strakke tijd neergezet. En dat is eentje zonder om uit de bocht te vliegen. En dan ging ik er even voor zitten, hoor. Dan ging ik ervoor. Ja, dat is leuk inderdaad. Dat is zeker jammer dat er niet in zit. Al ja, inderdaad, met die community events vangen ze dat een beetje op. Maar ja, het is jammer, zeker. Ja, en hoe zit het met de matchmaking? Dat heb ik niet heel erg kunnen checken natuurlijk, omdat ik heb de game gespeeld afgelopen week. Ja. Dus hij was er niet uit. Het enige wat ik heb kunnen proberen is... ik heb op een gegeven moment met 2 Italiaanse reviewers ook. Heb ik flink wat online gespeeld en ook met Joe van Game. En dat was heel erg tof, alleen ja, qua matchmaking, ik heb geen idee tegen wie die neerzet of zo, weet je. En volgens mij... je kan wel gewoon meteen van start en dan pakt hij gewoon een lobby voor je. En anders dan kies je zelf een lobby uit. Dus ik weet niet of er echt heel erg matchmaking in zit. Maar ik kan, als ik bijvoorbeeld Drive Club heb, of Drive Club. Ik zie wel allemaal pop-up van de waterplassen, zie je dat? Die duiken ineens op. Maar stel voor, ik wil tegen jou spelen. Kan dat dan? Kan ik jou dan uitnodigen voor een... Ja, sure. Je kan een lobby maken en dan gewoon een invite sturen. Je kan zelfs ook een private lobby maken. En dan kan je zoveel mogelijk mensen uitnodigen als je wil. Die je kent. Het enige is dan, weet je, dan telt het dus zeg maar niet voor de rankings. Weet je, dan moet je echt een public race doen, zeg maar. En dan kan je wel inviten, maar dan kan je er niet voor zorgen dat er dus voor de rest niemand bij komt of zo. Oké. Maar je kan de lobby ook locken, zeg maar, met wachtwoord of zo. Of, ja, als je hem op private zet wel. Ja. Invite only. Ja, dat kan, zeker. Dus dan kunnen we inderdaad zeggen van we willen bijvoorbeeld met het puurteam willen we een rondje rijden. Dat zou kunnen. Weet je, dan nodig je alleen die gasten uit. Hoe zit het met het aantal banen? Ja, veel. Als je alle variaties meetelt, dan kom je boven de 100, 105 geloof ik. Ja, dat is echt meer dan genoeg. Zeker als je het vergelijkt met Drive Club, vooral bij launch. Ja. Toen zaten er geloof ik, wat was het, 12 tracks in of zo? Dat was echt te weinig. Dat hebben ze wel een beetje opgelost nu, maar
Nee, er zitten echt meer dan genoeg tracks in. Zeker. En het zijn ook allemaal bestaande tracks. Dus als je een beetje race games speelt, dan komt er een heleboel je bekend voor. Dus nee, daaraan geen gebrek. Sowieso aan content geen gebrek. Weet je, die hele carrière ook, zeg maar, de singleplayer mode, ja, is echt ontzettend uitgebreid. Weet je, daar ben je echt al weken mee zoet. Ja, want je vertelde dat als je bijvoorbeeld begint als karter, dan ben je echt al zo lang bezig dat, ja, je die kart zelf. Ja, het ding is namelijk dat. Weet je, je krijgt heel veel vrijheid in de career mode. Weet je? Je kan zeggen van nou, ik wil niet beginnen met kart, ik wil meteen in de vetste auto's. Dat kan, weet je. Als je dat zou willen, dan kan je dat doen. Alleen, ik denk dat de meesten het maximale eruit willen halen en echt vanaf het begin willen beginnen. En dan begin je met karts. Alleen het ding is een beetje dat het zijn twee seizoenen karts. En dat duurt op een gegeven moment wel echt een beetje lang. Want zo'n seizoen, ja, weet je, het zijn minimaal 20 races of zo. En dan moet je twee seizoenen en dat is een beetje lang. Maar het is ook wel weer een mooie warmmaker voor de rest van de game. Want je leert er wel echt door rijden, zeg maar. Die kart is heel zenuwachtig. Ja. En ze gaan natuurlijk niet zo hard als normale auto's. Dus het is wel een mooie tutorial. Maar het wordt wel heel erg uitgerekt, vond ik. Maar daarna, als je daar voorbij bent, dan is het feest. Want dan kan je echt alles kiezen wat je wil. Oké, zoek even een andere map uit, of een andere track. En precies, dan een vrij kleine. Ik kies er één. Doen we één rondje. Want we zijn al best wel lang bezig. Oh ja. Oké, één lap. Eén lap. Doen we met opponents of doen we echt een time trial? Echt een time trial. Echt een time trial. Nou, dan doen we de opponents naar beneden. Nul. Wat wil je met de weather doen? Wil je het droog houden? Of wil je het random houden, zoals dit? Nee, dat is niet eerlijk. Dus gewoon alles... Nee, maar als we restart doen, ja, dan is het hetzelfde. Is hetzelfde? Ja. Oké, okay, laten we dat doen dan. Ja, dan random houden. Cool. Ik wil op de Laguna Seca. Vind ik een hele vette track. Jij mag een auto kiezen. Oké. Okay. Dus kies maar. Ik ben sowieso wel van de Lancer. Ja, dit is een hele vette auto. Ik ben een beetje Colin McRae fan. Super toffe game. Vroeger veel gespeeld. Even kijken, ik wil eerst even kijken. Dit ziet er ook wel gewoon... De Ford Focus, nee. Ik ben niet zo van die race games, van die race auto's, zeg maar. Ik vind dit ook op zo'n manier, ja, tof. Precies. Ja, die oude BMW, ja. Porsche. Ja, laten we die gewoon doen. Ja? Welke dan? De GT? Pak dan de gewone als je geen raceauto wil. Deze. Ja? Oké. Okay. Cool, dan gaan we. Eén lap. Voor Techie. Hoe snel denk jij te zijn? Heb je deze al veel gespeeld? Ja, hè? Oh, dat is die ene die zo... Ja. Ja, dit is echt een vette track. Als je heel snel gaat, dan... Oh, dat is altijd zo kut. Dan vlieg je echt... Ja, deze staat hoog op het verlanglijst. Deze wil ik zo graag een keertje in het echt rijden. Ja? Laguna Seca. Oh, man. Waar is dat eigenlijk, Seca? Volgens mij is het in Californië. Dus, ja, die Mazda kijk dan. Zo. Kom maar. Dus met schakelen ook nog, hè? Ja, ja, nee, komt goed. Ja, jij gaat sowieso doen. Wat zou ik niet zeggen? De man van de stoplichten weg. Even lunchen. Vroeger had je zo'n game, dat was een Porsche game. Ja, Porsche Challenge. Zo fantastisch. Ik heb zeker gespeeld. Oh, ja, niet uit de bocht vliegen, Florian. Nee, dat gaat helemaal mis. Echt, helemaal. Pas je op dat je niet te hard gaat. Wel goed remmen, hè? Zeker. Ik probeer je een beetje uit je element af te halen. Nee, dat gaat goed zo. Het is een fijne auto. Lekker droog. Ja, maar dat kan elk moment omslaan, hè? Dat kan elk moment omslaan, ja. Dit is echt onvoorspelbaar, dit. Dat is lekker teruggeschakeld, hoor, was dit? Er wordt reclame voor een GoPro gemaakt. Net alsof ze weten dat daar een GoPro staat. Ongelooflijk. Nou, kom op, Floor.
Nu komt het vette stuk, zeg maar. Ze willen dat ik hier rem, maar ik ga hier pas remmen. Oh, je geeft nu wel je trucjes al weg. Ja? Dit is echt lastig. Ik vind het echt een van de Forza zo gestunt ook. Ja, deze track zit eigenlijk in elke race game, omdat het gewoon zo'n vette track is. Ja, dit is echt voor ieder wat wil, zeg maar. Ja, er zit echt snelheid in. Je bent er bijna. Nu uit accelereren en gas erop. En daar gaan we. Het was echt volledig zonnig. Inderdaad, random. Ja, random, ja. Random weather, maar 1.47.244. 1.47.244, oké. Ik ga je... Alleen op kruisen, dan restart je. .147.244. Hoe lang is het geleden dat jij een race-tour in je hand hebt gehad? Dat is echt vroeger. Echt met Jeff Crammon. In de arcadehal Daytona USA. Nee, echt met de Jeff Crammon Formule 1 ding, zeg maar. Oké. Okay. Ik wens je succes. Zodra je op groen gaat, dan moet je je rechte flipper gaan doen. Ja, je moet wel schakelen natuurlijk. Dat gaat goed. Hit the brakes. Precies, lekker teruggeschakeld. Terug naar z'n 1 ook echt, hè? Oh, zet in z'n 1. Oh, nu jij vliegt uit de bocht, dat je het. Ja, het is even wennen. Jij hebt al flink kunnen oefenen, hè? Oh, nou kan het terug. Maar jij hebt nog nooit met dit stuur gespeeld. Oh, ja. Fuck, sorry. Weet je wat het ding is? Ik probeer dan te remmen, maar dan ga ik gewoon achteruit in de... In de grindbak. Grindbak remt ook af. Dat kan ook. Maar het is wel vet, toch? Het voelt toch cool, of niet? Het is echt een vet stuur. Dit is echt wel vet. Ja. Met die tv voor je snuffert, zo hoort het. We hebben nog een vette playstation nodig op de redactie eigenlijk. Nou, daar komt hij. Een kelder hier naar beneden. Volledig verkeerd, joh. Ja, nee, maar dit is echt... Ja, warning, keep on the island. Nee, joh. Are you back? Blijf op het eiland. Het ding is, gewoon vooral, als ik wil remmen, maar dan schakel ik naar beneden. Dat is een beetje het ding. Je wil remmen met je linker flipper? Ja, dat is, ik moet er nog even aan wennen. Omdat je L2 wil drukken, ja. Eigenlijk. Je ziet ook nergens die toeren, wat je net wel had en je Clio. Ja, je moet eigenlijk echt luisteren. Ja. Dus het geluid moet harder en dan wep en dan wordt je in je schakeld. Nou, je bent 10 seconden sneller. Florian, van harte gefeliciteerd. Thanks. Onverdiend, maar goed, dat zien we dan maar door de vingers. Bedankt. Dank voor het kijken naar deze Even Spelen. En wie weet, kijkt Florian ook nog in de comments voor vraagjes. Maar dat die kun je ook onder de review stellen, volgens mij. Sure. Bedankt voor het kijken. Doei. Yo.